Twee Tetra-apparaten. Dat is misschien ook wel aardig. Dit is een rode en zwarte ATEX-versie. En dit is een Sepura. Even kijken hoe die ook weer aan moet. Het werkt net als een telefoon bijna. Je moet altijd die knop heel lang indrukken bij Tetra, wil die het doen. Dat geldt zowel voor aan als uit. Hè. En hij zegt, deze zegt netjes PNL ETE als je hem aanzet. Dat is ook wel grappig. Misschien kan ik dat nog wel in beeld krijgen. Laten we eens even kijken. Ik ga hem eerst eruit zetten. Lang drukken, dan gaat hij uit. En dan opnieuw lang drukken. Ik denk dat ik hem dan zo moet houden. Nou, dat duurt even. Nou, voor mij komt het niet in beeld. Ja, goed, wat kan ik erover zeggen? Het zijn dus apparaten die voor Tetra in gebruik zijn. Deze is veelvuldig bij bedrijven in gebruik. Er is tegenwoordig deze nog gemaakt, de rode en zwart. Maar het type Porto en de hele productielijn is overgenomen door een paar Chinese bedrijven die dat onder eigen merknaam brengen. Deze is al wel bij verschillende politiekorpsen in Nederland in gebruik. Maar de meeste korpsen AHUM hebben minder geavanceerde, moet ik daarbij vertellen. Ze werken alleen in DMO. Deze zegt het ook heel duidelijk in het display. Ik weet niet of dat te zien is. Voor amateurs. Amateurs zijn nog niet zover dat ze TMO kunnen werken. TMO is in een trunked netwerk. Dus een netwerk met cell switching. Maar met DMO gaat het ook aardig. Afstanden met Tetra zijn iets minder groot dan met D-Star. Een 1,8 watt porto is vergelijkbaar met iets van 2,5 watt FM of zo. Dan komt het er ongeveer overeen. Tegenwoordig is de regel nog zo dat je moet je roepnaam in FM zeggen. Tetra-apparaten kunnen over het algemeen geen FM. Dat kunnen ze niet aan, dus je moet een FM-porto bij je hebben. Dan heb je meteen ook een aardige vergelijking van het verschil in rijkwijde, zeg maar. Hè. Maar wie weet wordt het nog een trend. Dus het is wel zo dat de laatste tijd er steeds meer bij komen. En dat het ook redelijk hard gaat. Hè. Er zit nog wel een grappige feature. Niet of dat goed in beeld komt. Dat is toch wel slecht te zien zo. Maar hier kun je dus, dat is voor politieagenten wel aardig, de dingen kunnen ook een soort van sms-dienst hebben. En je kunt dus het display op deze manier op zijn kop zetten. Dan kun je het even zo voor iemand houden van, nou kijk eens, dit staat er. Wat vind jij ervan? Of kijk dit meneer, dit is de informatie die ik over u gevonden heb. U heeft nog 25 snelheidsboetes openstaan. Kan ik even vangen. Dus op die manier. Maar de Tetra dus. Op 70 centimeter. Dus dat keurig die tijd doorlopen die hij nodig heeft om zijn rusten te maken. Ondanks dat je een test of commutistar hebt. Dus wat dat betreft merk je dat dat toch weer wat anders leg ik duidelijk aan. Ik moet even nakijken wat het zou zijn voor mij. Ik denk dat ik nog achteronder. Voor de rest ik vind het wel weer. Weer een pracht dat we dit voor elkaar hebben. Iets smaakt naar meer natuurlijk om te kijken hoe we verder kunnen uitbouwen. Dat is de P1 nummers. Ja, precies. Nou, de volgende. Ja, ik kan dus wel, terwijl die nog nazet, kan ik wel de porto indrukken. Hè? Dan synchroniseert hij daar ook aan. Maar ik vermoed dat onze signalen te zwak zijn om dat te faciliteren. Maar nogmaals, alle lampjes gaan aan. Ik zal zo eens even kijken wat ik vat voor S-rapport. Ik krijg precies in dB's. Hè? Hij geeft dat in 1 dB nauwkeurig, dus dat is ook wel heel netjes. Dat is trouwens niet een standaard optie. Dat is een soort monteursmenu wat ze er voor me ingebouwd hebben. Hè? Wat een hoop extra detailinformatie geeft. Maar het is leuk. Dit is hartstikke mooi in elk geval. Hè?
zit wel op een repeaterfrequentie, maar die zit erg ver weg volgens mij. Vroeger zat UTR hierop, hè. Ik heb hier wel eens met Tetra op zitten testen om te kijken of ik de toenmalige UTR wegdrukte. Maar goed, nogmaals, ik kan wel de microfoon indrukken als hij staat na te pulsen. Hè. En dat is volgens mij ook de bedoeling. Want het apparaat wat dus blijft pulsen, dat is de master. En de rest die beoogt daaraan te synchroniseren. PA1 MOS van Panel Echo Tango Echo. PA1 MOS. Ik merk hiervan dat er in ieder geval wat beter geregeld is dan met die spullen. Daar gaat het heen. Moet natuurlijk even blijken hoe dat precies allemaal werkt. Die monteurs en die zo, ja, dat kan met die voeten ook wel. Alleen dan moet je weer in ieder geval een maatcombinatie indrukken. En ja, hoe dat ook weer allemaal precies zit, weet ik niet. En volgens mij is dan een deel aangestuurd door hetgeen wat je kiest. Dus, maar goed. Ja, wordt nou hier om inderdaad een goede frequentie op te gaan zoeken, waar we niet op een repeater zitten. Goed, dan moet jij waarschijnlijk je apparatuur voor laten omprogrammeren of de software daarvoor zien te achterhalen. Oké, mooi. Ja, nee, ik heb hem eventjes in het monteursmenu gezet. Hè? wat we kunnen doen is, ik kan nu natuurlijk wel voor een hogere frequentie iets uitrekenen. Hè? Bijvoorbeeld op iets van 430 nog wat durf ik dat wel te gokken, dan reken ik dat gewoon omhoog. Ja, volgens mij kunnen we hier voor die paar experimenten die we per week doen, kunnen we ook wel hier blijven zitten even. Ik moet die mensen gewoon overreden dat ze toch... We moeten gewoon één gissie eruit kiezen. En dan liefst wat die mannen in Uden ook doen. En die moeten we gewoon voor het hele land gaan vaststellen. Van jongens, kies allemaal hetzelfde. Dan kunnen we allemaal met elkaar praten. Want we hebben er niks aan dat we allemaal op verschillende netwerken zitten. Hè. Het zou mooi zijn als het ook gelijk is aan wat die Engelsen hebben. Maar ik weet niet of dat een haalbaar doel is. Hè, want die mensen die beantwoorden nooit hun mail. Ja, dit is een leuk succes. Dit is echt heel erg leuk. Dit is echt een mooie opsteken. PA en MOS van PA0 Echo Tingo Echo. 0ET MOS. Dit is het inderdaad. Ja, ik krijg alleen ook de indruk dat die Engelsen in de tussen wel heel erg aan de onderkant van de turban zitten. Dus het wordt geen wat ik zoveel heb gezien. Dit heb gezien op het internet. Ze vertellen niet zo heel veel wat ze aan het doen zijn. Ja, goed, en waarschijnlijk coördinatie met sowieso lastig, omdat eindelijk die een andere land weer gaan gebruiken, die MCC-code. En dan wordt het om dat in ieder geval gewoon aan te houden. Alleen dan zou je dus inderdaad een soort TV-functie moeten in elkaar moeten sleutelen op een of andere manier. Goed, dat zijn wel van die dingen die aardig zijn om eens uit te pluizen en kijken of waartoe we kunnen komen. Net zoals dat ik eigenlijk nog gewoon eens een externe antenne op wil kunnen aansluiten. Van PA1 en MOS. Ja, van mij moet ik nu zenden. Ja, dat klopt. Aan de 8900 te zien. Dit is PA0 Echo Tango Echo. Ja, je komt, hoor het, het grootste deel van de tijd kom je slechts 11 dB boven de ruis binnen. Hè? En dan is het toch een behoorlijk goed signaal. Het is nu redelijk stabiel, er zit af en toe nog wel wat geprut op. Maar het is wel heel goed te verstaan zoals het nu is. Hè? Maar het is min 121 dB zit bij mij de ruis op. En meestal ben je min 110. En soms dan is het min 106, maar meestal is het min 110. Min 111. Dus 11 dB boven de ruis is voldoende om te werken, zeg maar. Hè? Jawel, poepoe. Ja, ik moet echt even goed bepalen wat we doen, zodat ik niet meerdere keren die spullen heen en weer moet laten gaan. Dat moet gewoon in één keer goed geprogrammeerd worden, ook wat de repeater betreft. Van PA0 Echo Tango Echo.
Je loopt niet te ver weg hoor, want ook op de AM-ontvanger loop je eruit. Hé, je wordt weer harder. Dit is PA1, hè, boys. Ik ga nu bovenop de geluidsval kijken of dit beter gaat. Ja, dit is beter inderdaad. Piano Echo tegen Echo. Piano Echo tegen Echo. Piano Echo. Papa Alpha 1, Mike Oscar Sierra. Ja, het was min 107 dB. Min 107, dan is het echt heel goed. Bovenop de geluidsval bij ons. Dat is de geluidsval bij. Dat is vaak wat hoger. Kijk of dat dan beter eroverheen komt. Maar ik heb het idee dat als het straks naar beneden gaat, dat het dan over is. P1 is. Ja, dat klopt inderdaad, hè? Dat klopt inderdaad. Toen je beneden liep, was het nagenoeg verdwenen. Maar toen je boven was, dan was het echt heel goed. Gewoon beter nog dan in het begin eigenlijk, hè? Van PML Echo Tango Echo. P1 jongens. Nou ja, goed, dan zie je dus toch dat kennelijk toch. Ja. Kom in. En in de plaats. Toch te veel onder invloed. Maar, neem niet weg. Die kennen we voor elkaar. En laten we eens verder kijken hoe we hier verder aan gaan werken. Ik ga weer naar binnen toe. Nee. Ja, dat is waar. Dat gaat inderdaad, nu ging het wat minder, hè. Maar ja, dat is inderdaad leuk, dat kunnen we inderdaad aan melden. Maar ik zit toch te twijfelen wat we nou doen, op 462 of toch op DSA. Ik geloof dat we toch maar DSA moeten doen eigenlijk, hè. Maar ik zal wel even kijken. Ik heb toch een stukje opgenomen, dan ga ik even stopzetten. Nou, als het goed is, gaan we dus zo dadelijk de eerste Tetra-verbinding tussen twee stations maken in Nederland. Dat, je zou zeggen dat het een historisch moment is. Hè? Dit is PA0 Echo Tango Echo in Tetra. Nou, zullen deze wijk eens even snel zien te verlaten. Dus even wat afstand nemen en eens even kijken wat er gebeurt, John. Ja, volgens mij moet ik zenden op het moment dat jij de microfoon loslaat. Ja, van PNL Echo Tango Echo. Ik neem aan dat je deze doorgang inderdaad gewoon hoort. En dat ik hem niet te snel indruk. Het is een beetje tegennatuurlijk geworden, want bij FM zat ik altijd boven op de spreeksleutel. Bij die daar heb ik dat net afgeleerd. En ja, bij deze is dat, is dat dan weer net anders. Hè? Ja, ik besef wel het historische van het moment. Ik ben het ook even aan het opnemen. Op video nog wel, niet dat dat heel veel uitmaakt, want veel te zien is er niet. Maar ja, ik ga dit in ieder geval wel in mijn logboek schrijven als historisch moment. PA3 AEW van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Precies deze is te piepen, waarom doet hij dat, John? Ik heb geen idee. Mogelijk heeft hij de sync gemist. Maar heb je mijn vorige uitzending gehoord? Alleen ik gaf dus antwoord en toen gaf hij 3 korte piepjes. En toen had ik de indruk dat op dat moment het signaal bij jou niet doorkwam. Dus misschien dat ik te vlug was met de knop indrukken. Dat weet ik niet of dat een mogelijkheid is. Hij gaf 3 korte piepjes achter elkaar. Dus het begin van de vorige doorgang. Ja, ik weet het niet. Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. De batterij moet vol zijn, dat kan niet zijn. Ik heb hem net voordat je kwam van de lader afgehaald en toen was hij vol. Maar ik heb geen idee waar die 3 piepjes van waren. Ik heb wel, als het een hele korte doorgang was van 2 of 3 woorden, dan heb ik die wel gewoon gehoord. Dat was gewoon heel kort. Dus, nou, dit ging allemaal weer goed. We staan hier op de hoek bij mij, Piet Klerks. Eens even kijken of we groen licht krijgen, maar het is nogal helemaal druk op het ogenblik. Hè. Dus, ja, nou, even kijken. Op deze afstand werkt het in ieder geval nog, dus
RTE van BA3 AEW. Hé, hey, ik krijg ook 3 piepjes. Ik heb geen idee, er verschijnt ook niks in het display of zo. Nee, misschien dat hij opnieuw synchroniseert of zo. Maar hij gaf hier ook 3 piepjes. Komt dit nog gewoon door? Ja, even ogenblik. Even kijken, ja. Ik moest even afremmen voor die bus. Op die buschauffeurs die denken dat het zijn voorganger hebben als ze bij een bus al te wet rijden. Dat is natuurlijk zo, maar... Eerst wel even uitkijken, voordat ze zich als kamikaze piloot op de wet storten. En deze deed dat even niet. Hè. Ja, nu zometeen het viaduct op over de A1. Dus ja, qua afstand moet dit nog geen probleem zijn, lijkt mij. Maar merkwaardig dat jij die pupjes net ook hoorde. Nou ja, dan weet je in ieder geval wat ik bedoelde. Maar wat het is, weten we dus nog niet. Dus blijf nog even studie, begrijp ik. Vanaf dit moment zitten we een heel stuk verder in de verbinding. Als ik moet schatten is het ongeveer 2,5 à 3 kilometer bij mij vandaan. Ik heb zelf niet bepaald een goede 70 centimeter antenne. En daar zit ook nog wel wat coax tussen. Dus laten we zeggen dat ik nooit de slechte SWR zal hebben in deze configuratie. En Hans, PR3 AEW, zat in de auto in het voertuig met gewoon de bijbehorende rubberen duk van de Sepura portofoon. Volgens mij begin je al aan de rand van het bereik te komen, want ik hoor toch een hele vreemde vervorming. Hoor je dit nog? Ik hoor je nog, maar het begint nog te blokken, althans. Er beginnen wat blokjes te komen, hè, als het paar redden is. Ja, ik heb op die, ik weet niet of die straat die heeft, maar het is in ieder geval onrust, zeg maar, rond Vathorst. En ik zit nu de hoogte, bijna afslag als rond. Dus ik zit daar rond dat een bolletje, dus op zo'n grond nog onder mee, zeg maar. Ja, ik zie dus dat hij duidelijk opnieuw synchroniseert ook. Maar ik ben benieuwd of je dit nog kunt horen, want jouw signaal begint echt heel erg te vervormen. Hè? Dus je zit inderdaad al op het randje van PA0 Echo Tango Echo. Over. Ja, het houdt niet echt over. Ik zal een beetje met aanhouden. Een beetje dik. Ik rijd nu op de Palm van Luisland. Ze waren net al in de A20 en nu. Via de Palm staan. Ja, ik denk dat je uit de lucht bent, maar dat weet ik zelfs niet helemaal zeker, hè? Ik heb niet verstaan waar je precies zat. Ik dacht bij de wolkenkrabber, maar zelfs dat kwam niet goed door. Hè? Ik hoop dat je dit nog kunt ontvangen. PA3 AEW van Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Ja, met de nodige moeite kun jij mij nog ontvangen. PA3 AEW van PNL Echo Tango Echo. Ja, ik ben